allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga er stiekem een beetje vanuit dat je inmiddels voor kerst alles wel hebt gezetteld. En dat je misschien wel langzaamaan begint na te denken over leuke hapjes voor oud en nieuw. En dat komt goed uit, want vandaag gaan we namelijk aan de slag met hartige taartjes. We maken mini kiptaartjes met prei en brie. En dat is ideaal voor oudejaarsavond. We maken vrij simpele kiptaartjes. En je hebt er niet zo heel erg veel ingrediënten voor nodig, maar wel ingrediënten die heel hoog op smaak zijn. Waaronder natuurlijk brie en prei. Maar goed, ik ga eerst even de kipfilet koken, zodat we die zo meteen uit elkaar kunnen trekken met behulp van twee vorken. Ik heb hier alvast een pannetje met wat water. Daar doe ik een stuk of 3-4 kruidnageltjes in. En ook 3 laurierblaadjes. En dat water breng ik op de kookplaat uiteraard even aan de kook. Terwijl we daar op wachten, schuif ik wat andere ingrediënten aan de kant. En die hebben we nu nog even niet nodig. En ik hou de prei over en die ga ik in halve ringen snijden. Kontje er vanaf. Ik maak altijd een inkeping in het buitenste blad en die haal ik er ook even vanaf. Want die vind ik altijd heel stug en gewoon niet zo fijn gebruiken. Dan mag de prei door midden. Yep. Oh, kijk, er komt een sliertje mee. En dan snijden we deze in halve ringen. Je kunt natuurlijk ook al voorgesneden prei kopen als je zoiets hebt. Ja, ik heb echt geen zin om moeite te doen voor deze taartjes. Ook prima. Als je dan de prei gewassen hebt en laten uitlekken, dan mag je het 2 minuutjes ongeveer kort aanbakken in een koekenpan en een klein beetje olie, zodat het alvast wat gaar kan worden. En ondertussen kookt hier achter mij op de kookplaat het water. Daar mag de kipfilet in. Draai het vuur helemaal laag. En dan laat je de kip ongeveer 12 minuten op heel laag vuur koken, totdat hij helemaal gaar is. Terwijl de prei staat af te koelen en de kip nog aan het koken is, bereid ik vast de muffinvorm voor. Die heb ik even helemaal ingevet met een beetje olie. En ik heb hier plakjes hartige taartdeeg. Die koop je gewoon van Koopmans uit de vriezer. Zijn ontdooid. Dan heb ik hier een steekring en daar steek ik een cirkel mee uit het deeg. Ik wil namelijk echt kleine mini taartjes hebben en niet van die grove, ja, vormloze taartjes. Het is inmiddels bijna oud en nieuw en dan is het wel leuk als dit er een beetje florissant uitziet. Dan heb je dus zo'n cirkeltje hartig taartdeeg. Die zou je eventueel nog iets verder kunnen uitrollen met behulp van een deegroller als je wat grotere taartjes wil. Maar ik hou ze zo lekker klein. En zo'n rond plakje taartdeeg laat ik dan in een muffinvormpje vallen. Dat zorgt automatisch voor een opstaand randje als je voor een iets groter steekvormpje hebt gekozen dan het muffinvormpje is. En dit herhaal je eigenlijk gewoon met alle plakjes die je hebt. Dus je steekt een ringetje eruit. Haalt die van het papiertje af. De leftovers taartdeeg kun je eventueel gebruiken voor het mooi decoreren van hartige taart of weet ik veel wat. Als je daar leuke vormpjes uitsnijdt, dan kun je dat op randen plakken van de taart. Als je een grote taart zou maken. En dit doe je gewoon even totdat je ieder vormpje heb gevuld of al je taartdeeg op is. Mijn muffinvorm is inmiddels helemaal gevuld en dat komt goed uit. Want de kip is ook klaar. En ik pluis hem vast met behulp van 2 vorken uit elkaar. Zodat hij wat sneller afkoelt. Helemaal koud hoeft hij niet te zijn. Maar als je dit hete goedje nu zo op het taartdeeg schept, dan is dat ook niet zo handig. Het maakt niet uit als de kip van binnen nog niet helemaal gaar is. Daar ontkom je eigenlijk niet aan door dit maar 12 minuten te doen. Die taartjes gaan zo meteen namelijk nog 20 minuten of zo de oven in. En dan wordt die kip vanzelf echt wel gaar. Dus even wat fijner pluizen met vork. En dan had ik natuurlijk die pan met prei. En nu kun je ervoor kiezen om beide ingrediënten nog in een kom te gaan mengen. Maar ik vind dat eigenlijk zonde van de afwas. Dus ik schep die prei en die kip gewoon door elkaar in de pan. Hopla. Zetten we dit heel even aan de kant, want dan gaan we verder met het maken van de vulling. En die is ook heel makkelijk. Ik doe dat even in een maatbeker. Dat schenkt er namelijk iets makkelijker zo meteen. In de maatbeker breek ik 2 eitjes. Daar voeg ik een hele flinke eetlepel crème fraîche aan toe. En dit roer ik even met behulp van een vork door elkaar. Ik
helemaal klontvrij gaat dit helaas niet worden. Daarvoor zou je kokeroom bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Bij de ei en de crème fraîche voeg ik een beetje zout. Zwarte peper. En een klein beetje tijm. Roeren we dit nog even één keertje goed door. En dan is het tijd om de taartjes te gaan vullen. Hier alle ingrediënten bij elkaar. In ieder taartvormpje leg ik een schepje kip en prei. Niet al te veel, het zijn natuurlijk kleine taartjes. Dus er past ook niet heel erg veel in de vormpjes. Die prei en die kip die leg ik op de bodem van de taartjes. Want daar mag zometeen dat eimengsel bovenop. Evenals de brie. Zo lekker kleurrijk nu al. Fijn ziet dat er altijd uit. Bijna jammer dat het dan nog in de oven moet eigenlijk. Hier heb ik dat ei en crème fraîche mengsel. En dan schenk ik dat voorzichtig in de cupjes. Niet te veel. Je wil dat het de ingrediënten aan elkaar laat plakken. En dat je er straks wel wat van proeft. Maar je wil ook weer niet dat het eimengsel, wat zometeen nog gaat uitzetten in de oven, helemaal over de randen van de taartdeeg heen gaat. Je ontkomt er bijna niet aan dat het een klein beetje gebeurt. Maar probeer een klein beetje voorzichtig te werk te gaan. Tot slot hebben we dan natuurlijk nog de brie. En van de brie ga ik kleine plakjes snijden. Dat doe ik gewoon op dit bord. Niet al te dikke plakken ook. En dan leg ik vervolgens op ieder taartje zo'n plakje brie om het helemaal af te maken. En dit smelt er dan zo meteen hopelijk helemaal overheen in de oven. Zo dan. En als dan ieder taartje is voorzien van een plakje brie, dan mogen ze de oven in. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden boven onderwarmte. Bak de taartjes nu zo'n 20 tot 25 minuten af. Totdat het deeg helemaal gaar en goudbruin is gekleurd, de vulling helemaal hard is geworden en de brie is gesmolten. Ik haal zojuist de taartjes uit de oven. En ik zal ze heel even van dichtbij laten zien, want het ziet er super lekker uit. De brie is er inderdaad helemaal overheen gesmolten. Kijk, hoe fijn. Laten we nog heel even kort afkoelen en dan gaan we ze proeven. Oké, onze kiptaartjes zijn voldoende afgekoeld om te proeven, maar ik wil ze nog heel even van dichtbij aan je laten zien. Kijk, je ziet echt nog zo'n stuk brie zitten. Lekker bruin, gaar taartdeeg. Eivulling is er mooi in het cupje gezakt. Dus ik ben heel benieuwd naar de smaak. Bon appétit. Kijk. Lekker. Ja, yummy. Niet super sterk qua smaak of zo. Het zijn vrij neutrale taartjes. Maar eigenlijk vind ik dat wel heel erg lekker. En die brie zorgt dan juist weer voor die kick waar je op zit te wachten. Echt heel erg lekker. Zo gemaakt natuurlijk. En je kunt tal van vullingen gebruiken voor deze taartjes. Kies gewoon de dingen die jij lekker vindt. Gebruik groenten die jij lekker vindt, kaas die jij lekker vindt, whatsoever. Kan eigenlijk niet misgaan. Goed, ik hoop dat je deze inspiratie voor Oudejaarsavond leuk vond om te zien. Mocht je nog vragen hebben aan de hand van dit recept, stel ze dan gerust. En anders zie ik je hopelijk gauw weer. Ciao!